Wij hebben een website ontwikkeld voor schuldeisers die benadeeld zijn door een turboliquidatie. En een turboliquidatie, dat is een manier om als onderneming je bedrijf te beëindigen, zonder dat daar een curator bij komt kijken. En die gaat bekijken of alles volgens de regels is gebeurd. Op het moment dat een onderneming zijn schulden niet meer kan betalen, dan is het de mogelijkheid om failliet te raken. Dan komt er wel een curator en die gaat kijken of alles wat er is gebeurd volgens de regels is gebeurd. Maar er is dus ook een mogelijkheid om je bedrijf te beëindigen zonder faillissement. En dat kan heel eenvoudig door de onderneming uit te schrijven bij de Kamer van Koophandel. En dat is heel fraudegevoelig, omdat er dan geen curator komt die kijkt wat er is gebeurd. En daardoor blijven schuldeisers eigenlijk onbetaald achter en worden ze benadeeld. De schuldeiser hoeft maar een paar gegevens in te vullen. En wij gaan vervolgens aan de slag om te kijken hoe is die turboliquidatie geschied. Dus wat heeft die bestuurder van die onderneming allemaal wel en niet gedaan. En wij geven vervolgens ook een advies van de vervolgstappen die een schuldeiser kan ondernemen. Komt zo'n turboliquidatie vaak voor? Ja, zo'n turboliquidatie komt heel vaak voor. Om een vergelijk te trekken, vorig jaar in 2022 waren er 2100 faillissementen tegenover bijna 47.000 turboliquidaties. Dus dat is een gigantisch aantal. Omgerekend per week zijn dat iets meer dan 900 turboliquidaties per week. Dus dat is een gigantisch getal. Ja. Ik ben afgestudeerd op de turboliquidatie en het misbruik daarvan. Dus ik heb altijd al voor mezelf het idee gehad, er moet een website, platform komen voor schuldeisers, waar zij heel gemakkelijk hun juridische positie kunnen laten bepalen. Daniels Huisman had datzelfde idee en daarom zijn we eigenlijk samen tot het plan gekomen om zo'n website op te richten. En wat daarbij ook meespeelt is dat er dus sinds vorige week woensdag, 15 november, een nieuwe wet in werking is getreden, waardoor het voor schuldeisers nog gemakkelijker wordt om hun positie te achterhalen. En daar helpen wij mee op de website. We zijn nu iets meer dan een week online. Vorige week maandag waren we online. Er zijn meldingen binnengekomen. We hebben ook schuldeisers daadwerkelijk geholpen. En bij die meldingen zien we dat er tot nu toe in 50% van de gevallen echt wat te doen is voor die schuldeiser. Dus die schuldeiser die kan echt wat beginnen tegen de onderneming die gestopt is. En we hopen dat het aantal verder doorgroeit, zodat we zoveel mogelijk schuldeisers kunnen helpen hun positie in beeld te brengen. Is er sprake van een Nederlandse primeur? Ja, het is eigenlijk de eerste website die heel laagdrempelig schuldeisers helpt die benadeeld zijn door een turboliquidatie. Er is ons geen website bekend die dat ook aanbiedt. En wat daarbij ook van belang is, is dat dus Daniels Huisman advocaten er ook achter zit. Dus het is ook echt een gedegen, kwalitatief hoogstaand platform waar de schuldeisers echt op kunnen vertrouwen dat hun juridische positie wordt beoordeeld op de juiste manier.